Dit is Steven van Wetenschapschool.nl Hier een filmpje over faseovergangen. De stoffen om ons heen bevinden zich meestal in een van de volgende drie fasen. De stoffen bevinden zich in een gasfase, in een vloeibare fase of in een vaste fase. Nou, dit kennen we bijvoorbeeld allemaal bij de drie fasen van water. Vast water, dat noemen we ijs. Vloeibaar water, dat noemen we gewoon water. En water in gasvorm, dat noemen we ook wel waterdamp. Nou, er geldt dat een stof vast is als de temperatuur onder het smeltpunt ligt. Bij water is dat bijvoorbeeld onder de 0 graden Celsius. Een stof is vloeibaar als de temperatuur tussen het smeltpunt en het kookpunt in ligt. Dat is bij water dus tussen de 0 en de 100 graden Celsius. En een stof is gasvormig. Als het een temperatuur heeft boven het kookpunt, dat zien we hier. In deze rechte tabel kan je voor een aantal stoffen, die zien we hier, het smeltpunt en het kookpunt aflezen. En in Binas, het tabellenboek wat je zelfs bij je toetsen en zelfs op het examen kan gebruiken, staat nog een veel uitgebreidere tabel van stoffen. Zoals je ziet zijn de temperaturen hier gegeven in Kelvin. En soms willen we dit natuurlijk nog even omrekenen naar graden Celsius. Nou dat hebben we in het vorige filmpje gedaan. Er geldt dat als we van graden Celsius naar Kelvin willen, dat we plus 273 moeten doen. En als we van Kelvin terug willen naar graden Celsius, dan moeten we min 273 doen. Nou, net als de temperatuur, wat we in het vorige filmpje hebben gezien, kunnen we ook de drie fasen begrijpen met de beweging van de deeltjes waaruit de stoffen bestaan. Hier links zien we bijvoorbeeld schematisch afgebeeld de deeltjes in een vaste stof. Zoals je ziet, zitten de deeltjes hier op een vaste plaats. En op deze plaats kunnen ze alleen een beetje heen en weer trillen, maar dat is het. En hier in het midden zien we een vloeistof schematisch afgebeeld. Bij een vloeistof zitten de deeltjes nog steeds tegen elkaar aan, dus ze raken elkaar aan, maar ze hebben geen vaste plek meer. Hier hadden ze een mooi geordende vaste plek, en hier kunnen ze een beetje langs elkaar bewegen in een vloeistof. En dat verklaart ook de bewegelijkheid van vloeistoffen. En hier rechts zien we schematisch een gas. Bij een gas bewegen de deeltjes helemaal los van elkaar, kriskras door elkaar heen. Belangrijk is om te weten dat we één zo'n deeltje niet kunnen zien met ons oog. En daarom zijn gassen over het algemeen niet zichtbaar, behalve als die gassen een kleur hebben. Bijvoorbeeld, chloorgas, gaan we later in dit jaar zien, heeft een beetje een gele kleur. Maar de lucht, bijvoorbeeld, heeft geen kleur en daarom kunnen we de lucht niet zien. Nou, als een stof van één fase overgaat naar een andere fase, dan spreken we van een zogenaamde faseovergang. Hieronder zien we bijvoorbeeld het smelten van ijs. Dan gaat het water over van een vaste toestand, ijs, naar een vloeibare toestand, gewoon water. En zelfs voorwerpen zo hard als staal kunnen bij hogere temperaturen een vloeistof worden. Hier zien we staal dat gesmolten is en daarna gegoten kan worden. Hiernaast zien we het verdampen van water. Dit is een overgang van vloeibaar naar gas. En hier moet ik even iets meer over uitleggen. Hieronder zien we kokend water. Nou, kokend water is natuurlijk nog steeds een vloeistof. Daarboven zien we een nevel. Heel veel mensen denken dat een de nevel een gas is, maar dat is niet zo. Een nevel bestaat uit kleine waterdruppeltjes. En dat is ook de reden dat we zo'n nevel kunnen zien met onze ogen. Op een gegeven moment, hier ergens, zie je dat dat nevel opeens lijkt te verdwijnen in het niets. We kunnen het opeens niet meer zien. Nou, dat is het moment dat het een gas wordt. Dus hier hebben we te maken met een vloeistof. Hier hebben we ook te maken met een vloeistof, dat zijn de druppeltjes. Maar waar die nevel opeens lijkt te verdwijnen, waar we dat water dus niet meer zien, daar is het dus een gas geworden. En dit kwam nogmaals omdat die losse waterdeeltjes helemaal niet met onze ogen te zien zijn. En dit is natuurlijk belangrijk om te onthouden. Nou, er bestaan in totaal zes verschillende faseovergangen. En die zes faseovergangen die kan je hier zien in de diagram. Het is belangrijk dat je deze zes uit je hoofd kent. Laten we beginnen met vast en vloeibaar. Als we van vast naar vloeibaar gaan, dan spreken we van smelten. En als we van vloeibaar naar vast gaan, dan spreken we van stollen. We hebben ook nog vloeibaar en gas. Als we van vloeibaar naar gas gaan, dan spreken we van verdampen. En als we van gas naar vloeistof gaan, dan spreken we van condenseren. En als we van gas naar vast gaan, dan spreken we van rijpen. En van vast naar gas spreken we van sublimeren. Nou, dat zijn in één keer een hele hoop begrippen, en we gaan ze even één voor één langs, ook met veel voorbeelden, zodat je dat veel beter kan voorstellen. Laten we beginnen bij smelten en stollen. Als een vloeistof in een vaste stof verandert, dan noemen we dat stollen. En het stollen van water noemen we ook wel bevriezen, maar dat woord bevriezen gebruiken we alleen bij water. Andersom geldt dat als een vaste stof in een vloeistof verandert, dan spreken we van smelten. Nou, dit kennen we allemaal wel uit het dagelijks leven, het smelten en bevriezen van water. Dan het volgende. Als een vloeistof in een gas verandert, dan spreken we van verdampen. En als een gas in een vloeistof verandert, dan spreken we van condenseren of condensatie. Nou, condensatie is misschien wat nieuw en daar gaan we dus even wat voorbeelden van noemen. We zien hier links een koude fles water op een zonnige dag. En wat er dan vaak gebeurt is dat de waterdamp uit de lucht, dat zit gewoon in de lucht, ook al kunnen we het niet zien, dat condenseert dan tegen die koude fles aan. En als gevolg zie je allemaal van die kleine druppeltjes ontstaan. Hier hebben we dus te maken van een overgang van gas, waterdamp, naar een vloeistof, druppeltjes. Ditzelfde effect zien we ook bij dauwdruppeltjes. Dauwdruppeltjes zien we vaak in de ochtend. Als het na een lange nacht flink heeft afgekoeld, dan krijg je dat al die druppeltjes bijvoorbeeld hier aan graspietjes gaan vastplakken. En die druppeltjes die komen dus uit de lucht. Eerst is dat waterdamp wat we niet kunnen zien en dat vormt dan langzaam die druppeltjes. De vorming van mist of wolken is nog zo'n voorbeeld van condensatie. Als het kouder wordt, dan gaan die deeltjes wat minder hard bewegen en dan plakken ze makkelijker aan elkaar. En dan ontstaan opeens zichtbare vloeibare druppeltjes, zoals we hier zien. Dit zijn dus allemaal voorbeelden van condensatie. Als laatste hebben we dan nog rijpen en sublimeren. Als een gas in een vaste stof verandert, dat noemen we dit rijpen. En dan zien we hieronder twee voorbeelden van. Als het bijvoorbeeld in de winter vriest. Dan kan de waterdamp uit de lucht, die we niet kunnen zien, direct bevriezen. En hierbij ontstaan kleine ijskristalletjes. Dat zie je hier uh, op dit blad. En diezelfde ijskristalletjes kan je bijvoorbeeld ook in de vrieskist zien. Als je een vrieskist open ziet, dan zie je aan de zijkant vaak wat van die ijskristalletjes zitten. Nou, hier zien we een foto van zo'n ijskristal enorm ingezoomd met de microscoop. En dan zie je die prachtige structuren. En die ontstaan dus door rijpen: een overgang van gas, waterdamp. Naar vaste stof, meteen naar ijs. En als laatste hebben we dan nog sublimeren, dat is als we gaan van een vaste stof naar een gas. Dit komt bijvoorbeeld soms voor tijdens droge winterdagen, waarbij we sneeuw opeens zien verdwijnen, terwijl het wel de hele dag heeft gevroren, dus het is niet gaan smelten. In dat geval is die sneeuw gesublimeerd tot waterdamp. Het ijs is in één keer omgezet tot gas, tot waterdamp. Nou, nog even de leerdoelen. Zorg dat je met de smelt- en kookpunten in BINAS kan achterhalen in welke fase een stof zich bevindt. Zorg dat je die zes faseovergangen kent en hier voorbeelden van kunt noemen. Zorg ook dat je de drie fasen kan verklaren met behulp van de beweging van deeltjes. En als laatste, zorg dat je weet dat deeltjes in gasvorm niet zichtbaar zijn, behalve als het gas een kleur heeft. En dat is de zichtbare nevel die ontstaat boven kokend water, dus bestaat uit kleine vloeibare druppeltjes. Dat is dus geen gas, maar een vloeistof. Pas als die nevel lijkt te verdwijnen in het niets, hebben we te maken met een gas. Goed, mensen, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En onthoud natuurlijk even te abonneren op dit kanaal. Tot ziens.